Besteld bij een typisch tapaszaakje in de Ronda. Lekker. Kleine broodjes zijn dat, Rick. Heerlijk. We zullen lekker eten. Ja, we zijn aangekomen bij het startpunt van de Caminito del Rey. De bekende wandeling door de kloof en over die bruggen, et cetera. En we dachten maar eens kijken hoe ver we kunnen komen in dat bos of in die berg. Maar met een beetje mazzel kunnen we hier blijven staan en staan we direct bij de ingang van het park, bij de wandeling, bij de start van de wandeling. Beter kan eigenlijk niet. Dan moet je kijken naar uitzicht. Nou, dat kan slechter toch? Als het morgen een beetje mee zit met het weer, want bij windkracht harder dan 38 km per uur, komt even een auto voorbij scheuren, een trekker. Dan sluiten ze het wandelpad, want het loopt door een kloof heen op hoogte. En dan schijnt het te gevaarlijk te zijn. Maar ik hoop dat het een beetje goed is. Het is nu in ieder geval hartstikke lekker weer. En we gaan even een wijntje drinken hier. Doei! Is het geen plaatje? Moet je kijken. Oh. Prachtig. Plan de campagne voor morgen. En Do gaat het uitleggen. Oké, we beginnen met 2,7 kilometer naar de ingang van de Caminito. En daar moeten we om 9:30 zijn, hebben we net begrepen van een paar mensen uit Engeland. Dus goed half uurtje lopen, dus om 9:15 weg. En dan is het afhankelijk van het weer of je daar verder mag. En daar hebben we tickets voor. En alleen als het heel hard regent gaat het niet door. Dus we gaan ervan uit dat we er wel op kunnen. En dan is het 3 kilometer de kloof, dan nog 2 kilometer naar de uitgang.
En dan ben je 7,7 kilometer verder en dan ga je met het shuttlebusje terug. Vandaag gaan we hopelijk de Caminito del Rey lopen. Maar eerst wil ik een soort ergernis laten zien, die denk ik iedere camperaar wel een keertje meemaakt. Vannacht om een uur of 1:30, 2 ook een hoop geroep en geschreeuw van ja, kom maar naar achteren, kom maar naar achteren. In het Duits dan wellicht. En ik denk, nou, wat is dit nou joh? En dan sta je dus op een vrij groot natuurplekje, redelijk alleen, denk je. Moet je kijken. Het is toch absurd, hè? Je kan hier echt wel overal parkeren. Maar nee hoor. Ongeveer 10 centimeter uit elkaar. Denk na. Snap je het dan of snap je het dan niet? Goed, iedereen zal dat wel een keertje herkennen. Je staat ergens met heel veel ruimte. En ze rijden bijna in je camper. Heel bijzonder. Nou, wij laten onze dag er niet door verpesten in ieder geval. We gaan lekker wandelen zo. Doei! Ja, staat er wel bij een natuurattractie. Maar het lijkt net de Efteling. Maar je moet gewoon in de rij hoor. Lekker. Gelukkig hebben we tickets. En, ik hoor nog mensen zeggen tot en met volgende week dinsdag hier geen tickets nee. meer. 9:30 is 9:30 trouwens. Ja. En, geen 5 daar moet je van houden. Ja. Even kijken, de natuur blijft mooi. En achter ons staat ook een rijtje. Doei! De wandeling gaat door hoor. Kijk uit waar je loopt. Ik ben aan het filmen hoor. Zo, stel. Kijk Edo, die gaten daar. Apart hè? Kijk die kloof. Ja, fantastisch. Oh, wacht even. Mooi. Ja, hier zie je heel goed. Zo, kijk eens, een gier. Wow. Yes. Zo. But he has to wait a little longer for us. Yes. Beautiful. Dat was best, hè, Do? Dat is het oude pad hier zo. En hebben ze het nieuwe pad overheen gebouwd? Nee, helaas. Ik dacht dat we nog aan het maken zijn. Ah, oké. Okay. Gaan de tunnel in? Ja. El Tunnelo. Nou, daar ga ik even naartoe. Oh, sorry. Yeah! Woehoe! Dat is mooi! Yay! Wow, kijk eens even jongens! Ja, je moet geen hoogtevrees hebben! Wow! Yes! Woehoe! Prachtig! Ja? Nee, zijn die always closed. Heet dan. Great. Wow, beautiful.
Kleine treetjes. Ja. Wow, mooi hè? Godzijdank. Prachtig. Moet je kijken. Zo. Schitterend. Ja, hé. Hey. Met foto's nemen stiekem. Kijk die mensen. Hij loopt heel snel eroverheen, die man. Ja. Godsamme jongens. En we kijken hierboven. Oh, wat een inham. Prachtig. Mooi pad hoor. Kijk eens even. Woe. En als je iets te hard loopt, dan gebeurt het volgende. Ja. Oeh. Niet zo gek jij. Mooi. Ja, je kan blijven filmen. Houd mij niet op. Ik denk dat we het spectaculairste hier wel gehad hebben. Ja. Eigenlijk. We staan op bussen. Ja, kijk, dat is oh, dat bus. Wordt spannend. Hier moeten we ook over met onze bus. Misschien wel. Nee, dit pad nemen wij niet. Nee? Ja. Oké. Okay. Nee. Prachtig. Het lijkt me gewoon nodig. Ja, dat is het. Eindgetal goed. Helm af. We hebben het gehad. Ja. En het is 11 uur. We zijn er denk ik om 9:15 ingegaan. Dus ja, uiteindelijk is het 1 uur en 1 kwartier lopen. Dus het is een hele zware wand. Nee, ik wil mee. Ja. Oké. We gaan naar ons busje toe. Naar ons hondje. Het is toch altijd jammer dat hij niet mee mag op dit soort Caminito's. Het was 1 keer deze trip en nu laten we niet meer alleen. Tip had het graag gedaan. 3 uurtjes moet kunnen hopelijk. Doei! Nou, dit is onze camperplaats voor vanavond. Bovenop de berg. In de wolken. Ijzig koud, echt. En, maar we zijn niet de enige, want iets verderop. Zouden ze? Moeilijk te zeggen. Daar ergens, ik kan het bijna niet zien joh. Door de wolken staat zo'n... Zo'n expedition truck, hoe heet dat? Ik weet het eigenlijk niet hoe dat heet. En nog een camperbusje. Kom eens hier. En er zijn dus kennelijk nog meer van die lijpen die de berg oprijden om een beetje vrij te staan. Maar ik vind dit soort plekken altijd wel leuk. Het is wel een beetje onstuimig boven. We staan nu achter een muurtje. Maar het schijnt toch wel iets op te klaren. En we gaan morgen bekijken. Nog even een blik op het weggetje waar we van gekomen zijn. En dit is nog een rustig stuk, maar je hebt ook een beetje een stukje erbuiten. Ah, daar stond de wind vol op. En met die streekbus van ons. Ja, hij is best wel aan gewicht hoor, daar niet van. Maar het blijft altijd een beetje griezelig. Dat is wel goed. Ik ga lekker warme chocomel met rum drinken, want dat hadden we toevallig bij ons. Later. Ja, met 9 graden en verstijfde handen. Dan mag het weer. Handen, dan mag het wel. Dan mag het weer, hè, jongens. Het lijkt wel wintersport. Warme chocolade met rum. Nou, hey, en wat hebben wij? Wat hebben wij in de oven staan? Nog niks, maar wat gaat er dadelijk in? Op de 3. Laat even zien. Oh! Oh, lekker jongens. Ja, sorry hoor, maar dat is toch wel lekker. Hè? Even zondigen. Ja, even zeggen ze. En wat vind jij ervan? Sorry Leen en Marian, maar ze gaan nu open. Ja. Jammer joh. En jij? Vierde? Hey Tip. Moet je een bitterballetje? Nee, helaas. Hè. Jij krijgt een ander snoepje. Ja. Jij krijgt een ander snoepje, Tip. Ja. Ja, krijg je een ander snoepje? Jij krijgt een ander snoepje. Ja. Gaan pakken hoor. Doei!
Hey. Het lijkt wel een zee, joh. In de verte. Ja, dat is de zee. Maar kijk, kijk naar Malaga misschien. Ja, joh. Daar zo. In de verte ligt Malaga. Dat klopt. Kijk daar, daar zie je de stad liggen. Ja. Ja. En de Middellandse Zee. Magnifiek. Hé, hey, hoe kijk je naar het weg, joh? Oh ja, de Sierra Nevada. Ja, dat is sneeuw. Hé, hey, Doos, zie je dat? De grote weg daar. Gaat de linea recta naar de kust. Wolken over zich vliegen. Prachtig. Ja, dit is echt de Sierra Nevada. Malaga. Waar menig Spanje toerist landt. Okay. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn aan het ontbijt. Ik wilde eigenlijk dit filmpje even buiten opnemen. Maar het is vannacht was het, of eigenlijk om 7:15 daarnet, 0 graden. Met een enorme, ja, wind kan je bijna niet meer zeggen. Storm volgens mij, zo'n jetstream lijkt het wel. Blijkt ook wel dat we op 1200 meter hoogte zitten. En het is gewoon echt ijs en ijskoud hier. Mijn telefoon begaf het ook van de kou. En ja, als je met je handjes buiten staat, ze vriezen er eigenlijk meteen af. Ik heb maar even de generator ook bijgezet, want we staan eigenlijk altijd op wilde plekjes. Vrije plekken, ja, daar hebben we natuurlijk niet in een boom een of andere stekker zitten waar je je oplader kan zetten. Dus af en toe moet je eventjes, en zonnepanelen gaat hier ook niet werken. Ja, er is geen zon te bekennen. Normaal gesproken doen we wel een beetje opladen via de zonnepanelen. Maar nu hebben we gewoon de generator aangezet. En nou ja, goed. Het ding heeft weer volop stroom. Tip. Lekker ontbijt hier. Nou, blij dat we gisteren de wandeling hier hebben gemaakt. Want het was echt nu niet te doen. Het is helemaal dicht. We zitten in één grote wolk. Gisteravond heb ik nog eventjes naar het uitzichtpunt ben ik gelopen. En dan kon je Malaga heel mooi zien. Dat is echt heel mooi. En vandaag gaan we de berg af. We gaan richting kust. We gaan kijken of het hier wat warmer wordt beneden. Dus de plan, de campagne voor vandaag is... Richting op de bol! Richting kust. We gaan richting de kust. Het is niet meer waar we uitkomen. Hé, hey, de zon. Hé, hey, de zon. En misschien, heel misschien, gaan we nog naar Granada. Ja, maar dat is dan morgen. Misschien naar Alhambra. En daar moet je wel op tijd het een en ander bespreken. Dus we weten niet of we dat gaan doen. Vandaag eens kijken of we sowieso een kaarten te krijgen zijn. We gaan in ieder geval aan het ontbijt nu. En ik zou zeggen tot later vandaag. Hoi. Doei. Tip. Ja, die zal gaan slapen. Doei.